zit er een bekerstunt in voor de ploeg uit de derde divisie. Harkemase Boys tegen RKC Waalwijk. RKC op de helft van Harkemase Boys komt daar de eerste kans aan. Dit is de eerste kans voor RKC Waalwijk. Dit is een droombaan in Harkema. Speaker zijn van de plaatselijke voetbaltrots tijdens een bekerwedstrijd waar geen publiek bij aanwezig mag zijn. Bellassani. Kappen draaien, Bellassani met de voorzet. Nou, tweede kopkans voor RKC Waalwijk, Oekili. Nu kwam de voorzet van rechts van Bellassani en Oekili met een vrije kopkans. De hoekschop van RKC Waalwijk. Hier hadden ze geen rekening mee gehouden bij Harkemase Boys. Het was even dreigend. Stokkers. Goeie aanname, Daniels. Nou, bij de tweede paal stond Bellassani. Het is een doelpunt. De afvallende bal goed genomen door de middenvelder Oekili. En zo is er de voorsprong. Op een goed moment in de wedstrijd, zo vlak voor rust. Stokkers. Mooi gedaan door Vin Stokkers. 0-2. En de score wordt voor dus verdubbeld. Na eerst Oekili, nu dus Stokkers. Mutonda op de helft van Harkemase Boys richting Vin Stokkers. Die kan aannemen. Had hem wellicht ineens door moeten spelen, maar ja, gaat voor eigen eer en glorie. Bellassani, kappen draaien. Aziel. Goed ineens doorgespeeld. Goed doorbewogen ook door Bellassani. Je ziet Mulder. Goeie aanval van RKC Waalwijk. Tijdstation is Mulder. Lekker gespeeld hier. Bellassani ziet Mulder. Iets meer precisie. Dan staat het 0-3. Oekili, Bellassani. Aziel, ja, ze steken zo het middenveld over bij RKC. Daniels met het schot en Jansema met de redding. Daniels, Mutonda. Aziel kiest voor de diepte. Daniels heeft ruimte om te schieten, doet dat. Nou, wat scheelt het? Weinig. Meer agressiviteit erin, zegt de trainer van Harkemase Boys. Ja, als je wat wil, moet je er een vechtwedstrijd van maken. Maar eerst nog dichterbij komen door een aansluitingstreffer op het bord proberen te krijgen. Stokkers geloofde erin. Stokkers richting de goal. Stokkers, wordt het 0-3? Ja, wat maakt hij het goed af. De spits die loert daarop op de fout van Aguna. En hij maakt het natuurlijk beheerst af en zo is het 0-3. En ik denk dat het bekersprookje over en uit is voor Harkemase Boys. Dit is een lastige bal. Komt daar een goal aan? Nee! Ja, dit moet je natuurlijk niet doen. Bernhard Bijmers had hem bijna gemaakt, de 1-3. Stokkers. Bakari, Stokkers. Ja, die wil nog wel. Stokkers richting de 16. Nou, het is lekker gespeeld door RKC. Dus een goede aanval. Mooie goal. En zo wordt het ook nog 0-4. En is het de linkerverdediger vanavond omgeschoold tot linkeraanvaller. Thierry Mutonda. Zo maakt RKC vanavond geen fout in tegenstelling tot 10 jaar geleden toen Willem II hier met 2-0 voor stond in de slotfase en uiteindelijk na verlenging voor met 4-2. Maar dit verschil is veel te groot. Er komt ook nog een vijfde treffer aan. Nou, die kan er ook in. 0-5, ja. Bakari. Ze zijn op. De mannen van Harkemase Boys. En dat is absoluut geen schande. En zo heeft RKC Waalwijk er vanavond 5 gemaakt.